Rico en ik zijn hier naartoe gekomen om te fietsen voor een goed doel. En we hebben vier begeleiders bij ons, onze beide vaders, mijn vrouw en zijn peetoom. Wij fietsen al een hele poos, ook samen. We maken best wel wat leuke tochten in Zuid-Limburg, waar wij wonen. En tijdens een van de tochten ontstond het idee om mee te doen aan een goede doelevenement. Toen kwamen we al snel bij Tour for Life uit, omdat we de goede recensies lazen en ook het mooie doel erachter zagen. Mijn moeder is in 2010 ziek geworden. Ze heeft borstkanker gekregen. Tijd wordt kostbaar. Je weet op een bepaald moment dat het lastig wordt om maar nog langer bij je te houden. En dan ga je toch, nadenken over de dingen die je nog maar samen met haar wil doen. Dat hebben we ook gedaan. Maar ze is helaas overleden in 2019, toen de uitgezaaide borstkanker terugkwam. En dit is ook wel een stukje een eerbetoon voor haar om hier deze week mee te doen. En tijdens de week ontstond ook het idee om iets voor haar te kopen en mee te nemen op de reis terug naar Valkenburg. En dat is deze ketting, die heb ik gekocht boven de Col d'Isoire. En die neem ik deze week mee en die leg ik zondag bij haar op haar graf. Ja, die ketting is wel een symbool voor mij voor het grotere doel waarmee we bezig zijn. Gewoon zoveel mogelijk geld ophalen voor kankeronderzoek. En daarmee proberen wij ons steentje bij te dragen tijdens deze week. Zeker op de vlakke stukken bergop heb ik wel regelmatig zo'n moment waarop ik toch wel denk aan mijn moeder of aan andere mensen om me heen die ziek zijn geweest of zelfs overleden zijn. Kanker is er niet de wereld uit en je ziet gewoon aan de cijfers dat het wel steeds beter gaat, maar dat er ook nog heel veel onderzoek nodig is.